Arafat, ik kom met een waarzegster. En die waarzegster die kijkt in de glazen bol en zegt: zo meneer Arafat, ik zie u in mijn glazen bol, zie ik dat u komt te overlijden op een Joodse feestdag. En ze zegt: ja, en ze, welke feestdag is het dan wel niet? Ze zegt: dat maakt niet uit, als u komt te overlijden is het sowieso een Joodse feestdag. Nee, dus ik zeg tegen die geesten: kijk, heb je Israël, Jordanië, Syrië met die Palestijnen, altijd boeien, altijd oorlog. Ik zeg: maak daar nou eens vrede. Hij zegt: sorry jongen, het is het enige wat ik niet kan. Hij zegt: ik kan alles, maar dat kan ik niet. Er is al 1000 jaar bonje, er zal nog wel 1000 jaar bonje blijven. Dus je moet wat anders verzinnen. Dus ik vouw die kaart erop, ik steek hem in mijn zak, ik denk nog eens na, ik wist het niet. En kijk naar mijn vrouw en ineens had ik het. Ik zeg tegen hem, ik zeg: maak van haar dan weer eens een lekker jong ding met van die mooie staande bosjes en zo'n lekker strak kontje. Die geest die kijkt ook zo eens naar de. En zeg: mij die kaart van Israël nog eens even. Ja, het botert niet meer zo tussen mijn vrouw en mij, jongens. Dat komt, ik denk altijd dat ik leuk ben. Dan zeg ik de verkeerde dingen. Van de week ook. Ik kom thuis en zeg ze: ik zit helemaal niet lekker in mijn vel. Ik zeg: vind je het gek? Het is een heel oud vel. Boos, jongens, boos. Zeg ze: jij bent een klootzak. Zeg ze: jij bent de grootste klootzak die je kent. Als er ooit wereldkampioenschappen zouden komen van de grootste klootzak van de wereld, dan word jij tweede. Ik zeg: hoezo tweede? Zeg ze: nou, zo'n klootzak ben je nou. Ja, ik heb een sprookjeshuwelijk hoor, jongens. Ik heb een sprookjeshuwelijk hoor. Kom ik s'avonds thuis, zit er een heks op de bank. Ik ga wel eens de kroeg in, hè. Ik ga wel eens de kroeg in om alles te vergeten. Zijn er nog meer mannen die dat doen? De kroeg in voor... Slechtste wat je kan doen. Slechtste wat je kan doen. Kijk, want je gaat naar de kroeg om je vrouw niet te hoeven zien. En dan kom je thuis. En dan zie je de dubbel. Ik zal je vertellen, ik zit van de week in de kroeg. Heerlijk zo aan de bar, een beetje te mijmeren over het leven, ook over mijn huwelijk. En ineens komt er een vogeltje op mijn linkerschouder zitten. Dus ik zeg: sodemiet erop, joh. Dat vogeltje vliegt om, die gaat op mijn rechterschouder zitten. Dus je move, hè? Hij vliegt weer om, hij gaat weer links. Dus ik heb al 3 keer gezegd dat je weg moet wezen. Hij zegt: nee. Hij zegt: ik ben jouw engelbewaarder. Zo, wat is er wel een lul verhaal? Hij zegt: nee. Hij zegt: weet je nog vorige week dat jij in Londen was? Dat je over wilde steken, dat je die dubbeldekker niet zag en dat net voor die dubbeldekker iemand je bij je kraag pakte en terug op de stoep trok. Zie je, ja, hij zei: dat was ik. Hij zei: vorige week toen je op de grote weg ging, dat je de vrachtwagen wilde bezeren die je niet zag. Op het laatste moment dat er iemand aan zijn stuur trok. Zie je, ja, hij zei: dat was ik. Ik zei: zo, dat is mooi. Zei: maar dan heb ik nog 1 vraag. Hij zei: dat is. Ik doe zo mijn duim en mijn wijsvinger op elkaar, ik maak zo'n kringetje. Ik zeg: kan jij hier doorheen vliegen? Ja, natuurlijk. Ik zei: nou, doe het dan eens. Dan dat vegeltje dat stijgt op, die maakt een paar cirkeltjes, die komt aanvliegen en pat. En hij zit er zo net met zijn kopje in. Ik zeg: tjik. Ik zeg: en waar was jij dan toen ik ging trouwen? Mijn vrouw die zeurt zo verschrikkelijk. Wat zegt u, meneer? Ho, dat zegt u, hè? Dat heb ik niet gezegd, hè? Alhoewel, je hebt het er nou over. Ik zal je vertellen, ik liep van de week te wandelen door het bos. Doe ik trouwens ook nooit meer, hoor. Ik loop nog geen 5 minuten te wandelen, een eekhoorn achter me aan. En verlaat er nog een. Binnen een half uur liepen er 100 eekhoorns achter me aan. Ik zeg tegen die voorzitter: wat lopen jullie allemaal achter me aan? Dan zegt hij: ja, we hebben nog nooit zo'n grote eikel gezien. Loopt er voor met een vrouw, springt er ineens een vent uit de struiken en die zegt: als jij niet binnen 2 seconden een Nederlandse popgroep noemt, dan rand ik je aan. Weet je wat ze zegt? Doe maar. Nee, maar ik loop daar verder en ineens zie ik daar een gewonde kabouter liggen. Ik loop terug naar mijn auto, ik pak mijn verbanddoos, ik kalefater die kabouter op. Hij zegt: jongen, jij hebt mazzel, want ik ben een toverkabouter. Dus je mag een wens doen. Nou, dat komt goed uit. Ik zeg: ik wil al mijn hele leven naar Amerika. Ik zeg: maar ik heb vliegangst. Ik zeg: zou je nou niet eens een brug kunnen bouwen hier vandaan naar Amerika, zodat ik er met de auto naartoe kan? Hij zegt: nou, hij zegt, je wil nogal wat, hè? Hij zegt: kan je niet iets eenvoudigers verzinnen? Ik denk nog eens na. Ik zeg: nou, wacht even. Ik zeg: dan wil ik een vrouw die nooit zeurt. Zit ik erbij te zeggen: wat denk je? Moet er nog lampen op die brug?
Nee, mijn vrouw zei, ja, ik vergelijk mijn vrouw altijd met een brandweerwagen. De hele dag, doe dit, doe dat, doe dit, doe dat. Over de brandweer gesproken, ik heb ooit, nee, dat moet ik jullie even vertellen. Ik heb ooit bij de vrijwillige brandweer gezeten, jaren geleden. Bij de brandweer gaat namelijk alles in fases. Als ze dan roepen fase 1, moet je je brandweerpak aantrekken. Roepen ze fase 2, dan moet je langs die stang naar beneden. Roepen ze fase 3, moet je in die brandweerwagen. Alles gaat daar in fases. Dat vond ik zo leuk dat ik thuis tegen mijn vrouw zeg, dat gaan wij ook eens doen. Zoals ik roep fase 1, laat je alles waar je mee bezig bent, laat je vallen. Zo roep ik fase 2, dan ren je de trap op. Ik roep ik fase 3, kleed je je spier naar het uit. Ik zeg, roep ik fase 4, doen we de oudste daad van de wereld. Ik zeg, nou, als jij dat leuk vindt. Een fijn op een goede avond, ik lig boven in bed een beetje naar de tv te kijken, een beetje te zeppen. Mijn vrouw stond beneden te strijken, want wij hebben de taken goed verdeeld natuurlijk thuis. Ik denk, ga toch eens even kijken of ze het begrepen heeft. Dus ik roep naar beneden, fase 1. Nou jongens, je wist niet wat je meemaakte. Die strijkbout opzij, die plank opzij. Fase 2, ze rent de trap op. Fase 3, ze bront zich op die trap al uit te kleden. Ik roep fase 4, ze gooit die slaapkamerdeur op dat bed, erbovenop. Nou, we maken een wereldwip. We zijn met een nutje of 10 bezig, begint zij ineens te roepen. Fase 8, fase 8. Zo even, zolang zit ik nog niet bij de brandweer, dat heb ik helemaal nog niet gehad. Wat is dat? Zegt ze, meer slang, meer slang. Ja, van de week vond ze een aansteker van de Jap Jum in mijn zak. Zegt ze, zo, rook je weer? Nee, mijn vrouw zeurt zo verschrikkelijk. Nee, geen dolle. Ik kom van de week thuis. Ze zegt, je mag het gras wel eens maaien. Dat is dan zo hoog. Ik zeg, oh, ben ik tuinman? Zegt ze, die plint onder aan de trap, daar in de gang, die zit al maanden los. Daar breek ik elke keer in mijn poot over. Die mag je wel eens vastzetten. Ik zeg, oh, ben ik timmerman? Ze is in de kamer, die muren zijn helemaal bruin van die dikke sigaren van je. Die mag er wel eens witten. Ik zeg, oh, ben ik schilder? Maar de andere dag, ik kom van mijn werk thuis. Ik wist niet wat ik zag, jongens. Het gras gemaaid. Plint zat vast. Muren gewit. Ik zeg, zo. Ze heb je nogal uitgesloofd, hè? Ze zegt, nee, dat heb ik niet gedaan. Ik zeg, wie dan wel? Ze zegt, nou, die aardige buurman van hiernaast. Ze zegt, die aardige buurman, die krent. Ik zeg, nou, daar zul je toch wel een hoop voor hebben moeten betalen. Ze zegt, nou, dat viel mee, hoor. Ze zegt, ik mocht kiezen. Of een wereldwip met hem maken, of een appeltaart voor hem bakken. Ik zeg, ben jij die taart gebakken? Zegt ze, ben ik een banketbakken? Ja, nee, mijn... Ik zal je vertellen, nee, mijn vrouw met de buurman, dan kan het mij helemaal niet. Mijn vrouw wil nooit wat bijzonders. Ja, alleen gewoon recht op en neer. Nooit wat bijzonders. Dan heb ik ze een paar keer heb ik ze naar zo'n seksfilmpje laten kijken op de tv. Weet je, altijd s'avonds later heb je toch over die seksfilmpjes. Ik denk, misschien helpt dat. Ze na een paar keer gekeken te hebben, zeg ik tegen ze, laten wij het nou ook eens doen. Zoals de hondjes op straat. Ze zegt, oh nee, daar begin ik niet aan. Maar ja, ik blijf zeuren natuurlijk elke dag. Laten we nou eens doen zoals de hondjes op straat. En na 14 dagen zeuren, ja jongens, ze ging door de knieën. Ze zegt, ik wil het doen, zegt ze, op één voorwaarde. Ik zeg, en dat is, zegt ze, niet in onze eigen straat. Ja. Nee, één keer heeft ze wat bijzonders gedaan, maar dat was voor het goede doel. Want het ging als volgt, ik kom s'avonds thuis. En ik hang mijn jas op in de gang aan de kapstok en de deur stond een klein beetje open. En ze had net een vriendin op visite. En ik hoor ze tegen die vriendin zeggen, mijn Jan wil geen kinderen meer, maar ik wel. Daar hebben we al maanden strijd over. Zeg ze, maar ik heb weken de pil niet ingenomen. Dat weet hij niet. Ik ben zo vruchtbaar als de pest. Vanavond ga ik hem verleiden. En dan is het gebeurd. Dus ik doe net of ik niks gehoord heb. We eten gezellig, we drinken wat. S'avonds om 9:30 gaan naar boven. Ik kom boven in die slaapkamer. Ligt ze daar in bed, jongens. Met een charitelletje rood. Zo'n poezebejaartje, je kent dat wel. Helemaal klaar voor de daad. Ik zeg, schat, ogenblik. Ik loop naar de badkamer. Ik haal uit het kastje stiekem een pakje condooms. Ik trek alle licht uit in het pikdonker, ga ik naast haar in bed. Ik doe stiekem zo'n condoompje om. En erbovenop. Een fijne afloop. Ze trekt het licht aan. En met een gelukkige glimlach op de mond zegt ze, Jan, stel je nou voor dat ik zwanger zou zijn. Hoe zouden we ons kind dan noemen? Dus ik spring dat bed uit, ik haal dat ding van mijn slurf, ik leg er een knoop in. Ik zeg, nou schat, als hij daaruit komt, dan noemen we hem David Copperfield. Nee, van de week ook. Van de week lagen we te wippen. Toen zeg ik tegen, er is er iets. Zeg ze, hoezo? Ik zeg, nou, je bewoog.
Ik bel de dokter, zei dokter, ik geloof dat mijn vrouw dood is. Hij zei, geloof is ze dood? Ik zei, ik geloof dat ze dood is. Hij zei, nou, de seks is nog hetzelfde. Maar de was blijft alles maar hangen. Nee, ik doe alles eraan. Ik doe er alles aan om mijn huwelijk goed te houden. Echt, ik doe de meest rare dingen. Ik liep van de week langs een seksshop. Zie ik in de etalage allerhande condooms liggen. Condooms met een smaakje. Lichtgevende condooms. Nou, als er iets is wat je huwelijk weer goed maakt en wat het spannend maakt, dan is het dat ik denk, ik koop die dingen. Ik ben mee naar huis genomen, kom s'avonds thuis en we gaan een spelletje doen. Dus we gaan naar bed, ik doe zijn ding om. Dan moet jij met je kop onder de dekens raden wat voor smaak het is. Nou, dat vond ze wel leuk, dus ze hop boven gelijk met die kop onder de dekens zegt ze camembert. Ik zeg, wacht nou even tot ik er één om heb. Ik denk, nou, dat wordt niks. Ik doe zo'n lichtgevende erom. Ik heb zo'n lichtgevende erom gedaan, zei weer met die kop onder de dekens. Gebeurde helemaal niks. Nou, ik het hier nog niet. Ze schreef een klap op die dekens. Wat ben je nou aan het doen? Zeg ze, stil nou, ben een boek aan het lezen. Ja, nee, maar ik ben niet de enige, hoor, jongens, die klacht heeft over zijn vrouw. Ik heb een vriend. En die is gek op plasseks. Toen zeg ik tegen hem, zeg, doe je dat nou vaak? Hij zei, nou, dat valt wel mee, want elke keer als ik het wil, begint mijn vrouw te zeiken. Denk je, met een dubbele boot. Mijn vrouw is wel heel geëmancipeerd, moet ik zeggen. Mijn vrouw is heel geëmancipeerd. Een tijd geleden kocht ze een kast bij IKEA. Dat zijn die kastjes die je zelf in elkaar moet zetten, die kent u wel. Die kast wordt gebracht. Ze denkt, nou, ik wacht niet op mijn man, ik ga dat ding zelf eens even in elkaar zetten. Ze pakken schroevendraaier, een hamer, een nijptang, tekening op de grond, boven in de slaapkamer, zijn schroeven doen. Nou, jongens, perfect. Hij stond als een huis. Maar nou wonen wij aan een straat waar de tram doorrijdt. En die tram die komt langs en die hele kast die stort in elkaar. Ik denk, nou, dat heb ik iets waarschijnlijk niet goed gedaan. Dus ze pakt die tekening, weer alles erbij. Ze bouwt hem nog een keer op. Nou, daar stond hij weer. Maar de tram komt weer langs en heel die kast die stort weer in elkaar. Ze denkt, nou, dat is niet goed. Dus ze belt naar IKEA en zegt, ik heb een klacht. Dus ze legt dat uit. Nou, zegt die man, dat heb ik nog nooit meegemaakt, maar ik stuur wel iemand. Dus inmiddels komt er een mannetje. Mevrouwtje, wat is er aan de hand? Nou, ze legt het zo uit. Dus, nou, dan zal ik hem eens in elkaar zetten. Dus die man die zet die kast in elkaar. Dus, nou, mevrouw, ik zie er niks aan. Perfect. Ik heb het nog niet gezegd. De tram komt langs of heel die kast die stort weer in elkaar. Hij zei, nou, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Dus ik zet hem nog een keer in elkaar. Dus weer die kast in elkaar gezet. Hij kijkt over en hij zegt, nou, ik zie echt niks. Ik zeg, maar weet je wat? Hij zegt, dan ga ik even in die kast staan, want misschien zit het wel aan de binnenkant. Dus die man gaat in die kast staan. Maar op dat moment kom ik thuis. Ze kon een hoop gestommel boven in die slaapkamer. Ben ik naar boven, zie ik daar die kast staan. Doe ik die deur open, staat die vent daar. Hij zegt, u zult me wel niet geloven, maar ik sta hier op de tram te wachten. Mijn vrouw is wel, dat moet ik u wel zeggen, mijn vrouw is wel een viezerik. Mijn vrouw is een viezerik. De keuken altijd een beetje vettig, weet je wel. Hoe heet dat? Gasfornuis. Van de week ook, ik kom dronken thuis. Ik sta in de keuken in het aanrecht te pissen. Staan er nog vuile kopjes van een dag terug? Nou, dat is toch smerig? Ja. Hè? Liggen we s'avonds in bed en wippen te zeggen, ze zeggen ze wat vies. Zeg ik, de keuken, wordt ze boos. Mijn vrouw zeurt ook altijd, ze zegt, je neemt mijn nood eens mee uit, zegt ze. Ze zegt, we zijn nou bijna 25 jaar getrouwd. Zegt ze, de zaakjes doen we er nog wat aan. Ze zegt, wat denk je van 2 minuten stilte? Nee, ik was 12,5 jaar getrouwd, dat moet ik u wel vertellen. Ik was 12,5 jaar getrouwd, had ik een reisje geboekt naar IJsland. Toen zegt ze, goh, helemaal naar IJsland als we maar 12,5 jaar getrouwd zijn. Wat doe je dan wel niet als we 50 jaar getrouwd zijn? Dan kom ik je weer halen. Ja, maar het gebeurt, hè, dat mensen 50 jaar... Sam en Saar waren 50 jaar getrouwd en besloten om nog 1 keer naar Israël te gaan. Ze zitten in de taxi onderweg naar Schiphol, toen zit die chauffeur en zegt, en meneer Cohen, waar gaat de reis naartoe? Hij zei, Sam, hij zei, we gaan naar Israël. Maar die Saar die zit op de achterbank, stok uit natuurlijk, een beetje doof. Die zegt tegen Sam, wat zegt hij? Sam zegt, die man die vraagt waar we naartoe gaan. Oh. Even later zit die chauffeur, hij zegt, gaat u nog naar een bepaalde plaats in Israël? Hij zei, Sam, hij zei, we gaan naar onze geboorteplaats, we gaan naar Eilat. Dus die Saar weer op de achterbank, wat zegt hij? Sam zegt, die man die vraagt naar welke plaats we gaan in Israël. Oh. Even later zit die chauffeur, hij zegt, Eilat. Hij zegt, dan ben ik heel vroeger in mijn prille jeugd ook nog wel eens geweest. Hij zei, heb ik de slechtste wip van mijn leven gemaakt. Dus die Saar weer op die achterbank. Wat zegt die? Sam zei, hij kent je nog van vroeger. Nee, mijn vrouw zeurt altijd. Ze zegt, we zijn nou bijna 25 jaar getrouwd.
En je hebt me nog nooit mee uitgenomen. Ik zei, nou, het is nog wel lekker weer geweest. Maar dan heb ik ze vorige week, had ik een optreden in Leeuwarden. En nou, dan neem ik er een keer mee naartoe, maken we er een weekendje van, een hotelletje, je kent dat wel. Dus ik sloofde me uit, dus ik had daar in een hotel, had ik de bruidssuite gehuurd. Maar fijn, het optreden was perfect, net zo leuk als hier. Ik vind u trouwens een heel leuk publiek, moet ik zeggen. Ik vind u een van het leukste publiek wat ik ooit gehad heb. En dan zal u zeggen, dat zegt hij altijd. Ja, dat is ook zo natuurlijk. Nee, maar kan een wereld optreden. En na afloop, we gaan naar het hotel, we gaan lekker eten. Gaan boven lekker in bad. Ik wil net, willen we tussen de satijnen laken schuiven. Hoor ik tik 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 tik. Ik denk, dat is niet goed. Dus ik ben naar beneden naar de receptie. Jongen, ik heb een klacht. Ik heb een dure kamer, hoop herrie, dus die man, ik kom naar boven. Hij zei, wat is er aan de hand? Ik zei, nou, luistert u maar. Dus die receptionist die luistert, zei, ja, u klopt. Tik 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 tik. Hij zegt, ogenblik, ga even kijken. Is die man weg? Nog een 3 minuten later is hij terug. Hij zegt, hoort u nog wat? Ik zeg, nee, ik hoor niks meer. Hij zegt, nou, ik heb het verholpen. Ik zeg, nou, ik ben toch wel nieuwsgierig, mag ik vragen wat het was? Hij zegt, ja, natuurlijk. Ik zeg, dit zal ik u vertellen. Hij zegt, uw slaapkamer grenst aan de badkamer van de buurman. En die buurman stond in de badkamer voor de wastafel voor de spiegel te masturberen. En die tikte met zijn machetknopen elke keer tegen die bak aan. Hij zegt, dat hoorde u. Zeg, is hij dan nou klaar dat ik niets meer hoor? Hij zegt, nee, maar ik heb even zijn mouwen opgestroopt. En de andere dag, jongens, de andere dag gaan we terug. Ik zeg tegen haar, we gaan rustiek rijden, dus overal binnendoor. Maar midden op een weiland krijg ik autopech. Geen telefoon bij mij, helemaal niks. Maar gelukkig in de buurt van een boerderij. Ik zeg, dan weet je wat, gaan we even naar die boer. Gaan we even vragen of ik mag bellen. Ik moet ook nog even plassen, dus nou ja, we stappen die auto uit. Ze is er nog niet net uit of ze glijdt zo die sloot in. Ze roept, Jan, help, help, help. Ik zeg, nee schat, we hebben afgesproken, we halen geen oude koeien uit de sloot. Ja, ik haalde er toch uit natuurlijk. Wij naar die boer. Nou, hele gastvrije boer. Hij zei, nou meneer, gaat u gang, daar staat de telefoon, daar is het toilet. Hij zei, dan geef ik uw vrouw even wat droge kleren en dan laat ik even de boerderij zien als u dat goed vindt. Ik zei, nou dat is goed. Mijn vrouw met die boer mee, droge kleren en daarna even door die boerderij. Langs de paarden, langs de koeien, langs de varkens. En op een gegeven moment komen ze bij de kippen. Heel rem met honderden kippen, dan loopt een haan tussen, jongens, zo'n knoert. Dus mijn vrouw zegt, goh, dat is een grote haan. Ja, zegt die boer, hij zegt, dat is Bettes. Hij zegt, en die ziet er niet eens flink uit. Hij zegt, maar die kon er wat van, hoor. Want die doet het al minstens 20 keer per dag. Dus mijn vrouw zegt, zo, zegt ze, wil je dat dan dadelijk niet even tegen mijn man zeggen? Enfin, ze komen terug, ik had alles geregeld. Die boer zei, wilt u ook nog even de boerderij zien? Ik zei, nou prima, dus ook langs de koeien, de varkens, de paarden, komen ook bij die kippen. En dan loopt die Bettes weer naar de boer. Dus ik zag het ook direct. Ik zei, goh, zo is een grote haan. Ja, zegt die boer, dat is Bettes. Hij zegt, en die kan er wat van. Maar hij zegt, want ik moest even nadrukkelijk van uw vrouw zeggen, die doet het nog minstens 20 keer per dag. Ik zei, ja, ik zei, dan heb ik één vraag. Hij zegt, dat is. Ik zei, dat doet hij toch niet elke keer met dezelfde kip? En nee, natuurlijk, ze weet dat we dadelijk even tegen mijn vrouw zeggen. Jongens, vorige week heb ik ze meegenomen. Vorige week heb ik mijn vrouw meegenomen. Dat ging helemaal fout. Heb ik hem meegenomen naar de diergaarde in Rotterdam, in Blijdorp. We lopen door die diergaarde en ineens komen we bij de apen. Er staat er een kooi en er staat zo'n gorilla in. En er staat een bordje naast, deze aap doet alles na. Mijn vrouw die vindt dat leuk, dus die gaat voor die kooi staan, een beetje gekke bekken staan trekken. Ze doet een keer zo en zo. Nou, die aap die deed het allemaal na. Op een gegeven moment maakt ze van de duim en wijsvinger een rondje zo voor de ogen. Doet ze zo naar die aap. Wordt die aap me boos, jongens. Die haalt uit de hoek een hoop stront en die gooit mijn vrouw helemaal onder de stront. Dus ik naar die opzichter, wat is er voor een kleraap? Ik zei, die begint met stront te gooien. Die opzichter zei, hij zei, wat deed u dan? Ik zei, nou, ze deed zo. Hij zei, heb je het al? Dat moet je nooit doen, want dat betekent in de apentaal een grote klootzak. Nou, ik met een huisjongen in de trammeur als gek, ik schaamde me rot natuurlijk. Maar s'avonds thuis bij de tv, ik had toch medelijden met haar. En ineens kreeg ik een wereldidee. Ik zeg, schat, ik ga wraak nemen, ik ga morgen die aap pakken. Ik de andere dag terug, diergaarde, ik neem mee een klapstoeltje en een banaan. Ik zet dat klapstoeltje voor die kooi, ik ga zitten. Dus die aap die doet me na, dus die gaat ook zitten zo. Ik stop die banaan zo via een gaatje in mijn zak, zo door mijn gulp weer naar buiten. En pak hem zo in mijn hand. Dus die aap die pakt ook zijn gevalletje in zijn hand. Ik ga een beetje met die banaan zitten rotzooien, die aap ook. En nou heb ik je te pakken, jongen. Ik breek zo in één keer die banaan in tweeën. En weet je wat die aap deed?
Jongens, dit was het. Ik dank jullie voor jullie aandacht. Dank je wel.